Deze nieuwsuitzending die is in de serie Weltschmerz. En het gaat over katholicisme, de Romeins-katholieke kerk. Dat is wat er letterlijk staat. Wij zeggen dan de Rooms-katholieke kerk. En ik zeg met opzet de Romeins-katholieke kerk. Het gaat over het Romeinse Rijk. Wat zich, net als een wolf in schaapskleren, heeft Babylon, want dat is het Romeinse Rijk, dat is Babylon. Die heeft de christelijke bijbelse kleren aangedaan. Maar het is nog steeds de wolf van Babylon. Dus vandaar Romeins Katholieke kerk. Een katholiek betekent algemeen of mondiaal. Oftewel globaal. Dus als Alex Jones, die ken je vast wel, van Infowars.com of PrisonPlanet.com. Als die het heeft over de hideous globalists, dan bedoelt hij de katholieke kerk. Dat zal hij nooit toegeven, want hij werkt voor de katholieke kerk. Ja, dat je dat ook even weet. Er werkt iemand voor hem en die heet Paul Watson. En die houdt dan af en toe een scheldpartij tegen de Holy Father. Maar die zijn zo platvloers dat dat niet serieus te nemen valt. En dat is precies waar het zo'n website, een radiostation als Alex Jones om te doen is. Een beetje namaak schelden tegen de paus. En voor de rest hebben we het nergens over. Ja, zijn we pro-Trump. Het gaat over de katholieke kerk en dan de Romeins-katholieke kerk. Dus de Romeins-globale kerk. De kerk die geen andere kerken duldt. Anders dan de kerken die onder haar staan. En dan over de politieke agenda van die club. Want de Romeins-katholieke kerk heeft niets te maken met geloof. Met geloof in de inhoud van de Bijbel. En de katholieke kerk is er fel op tegen geweest dat mensen de Bijbel zelfstandig gingen lezen. Ze vinden dat zelfs gevaarlijk. Want je zou het eens verkeerd kunnen interpreteren. Terwijl dat niet kan. In den beginnen schiep God hemel en aarde. Ja, wat wil je daartussen krijgen? Als twee mannen in een bed gaan liggen en de bijslaap hebben zoals een man en een vrouw, dan is dat een gruwel in de ogen van God. Daar zit geen jota Frans tussen. Hè? Dus reetridderij, oftewel herenliefde, wat helemaal geen liefde is, dat is seks. Dat is een lust tussen twee mannen. Gebodvierd. Als reetridder. Dat is een gruwel in de ogen van God. De paus, de katholieke kerk in zijn politieke agenda, die is bezig om dat door de ogen te zien.
Even kijken of ik dit kan vinden in de... Kijk hoor, ik moet eventjes een dingetje boekmarkeren. Dat ik die niet kwijtraakert. En die kan weg. Even wat opruimen. Die mag open blijven staan. En dan krijg je dus hier... Kijk, homo, sexuality, oh, dat gaat weer fout. Homosexuality, homosexuality, Bible. Kijk waar hij maar komt. Wat staat hier? Even kijken. Ja, dit is van een of andere gay ding. Leviticus, oh ja, Romans. Even kijken hoor. Nee, ik heb dit dan niet voorbereid. Nou, dit is dus een... Even kijken, wat is dat nou? Wat voor site... Ik heb het toch echt zien staan, dus een abomination. Of, abomination is een gruwel in de ogen van de Heer. Nou, je wacht maar eventjes lekker, ja? Luister maar naar mijn stem. Oh, ik ga vonden. Leviticus 18. Ik pak weer lekker mijn eigen statenvertaling erbij. En dat trots op, hè, dat ik hem heb. Leviticus. Even weer mijn microfoon bijstaan. Hè. Leviticus is voor Numeri. Nou, dat staat hier. Dit is het Leviticus. Dat zijn allemaal wetten. Hè? Het heeft denk ik te maken met de stam Levi. Die komt nog... Dat komt nog terug in het boek Numeri. Daar ben ik ook in begonnen te lezen. Daar wordt ook de stam Levi, ja, de Levieten vrijgesteld. De Levieten, dat zijn dus van de stam Levi. Skip het even. Dat is Leviticus. En dan krijg je hier Leviticus 18. En dan vers 22. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging. Dat is een gruwel. En dan kan de paus zeggen van, we maken tijd. Maar dat gaat in tegen de inhoud van de Bijbel. En dan mag jij vinden dat je daar
Ja, ik doe er niet aan. Ja, als de Bijbel dat vindt, ja, dan moet de Bijbel dat maar vinden. Maar ik vind dat het wel kan. Ja, dat mag best. Maar... Volgens de Bijbel mag het niet. Ja. Ja. Kijk, in de Koran staat dat als jij vindt dat je met een man mag liggen zoals je bijligt met een vrouw, dan moet je zelf maar gaan verzinnen wat daar precies met bijligging wordt bedoeld. Maar ik denk dat je wel snapt wat bedoeld wordt. Hè? Ja, en die Koranisten zeggen dan zoiets, oké, dan pakken we je onder je oksels en dan smijten we je van een hoge toren af. Ja, dat staat niet in de Bijbel. Ja. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Er staat niet veel in de Bijbel hoor, over dat het niet mag, maar nou, het staat in Leviticus. Dat is het Oude Testament en dan staat het ook nog in Romeinen 1. Nee, in Romeinen. En dan hoofdstuk 1 en vers 18 tot en met 32. Wat staat hier dan... Ik zit even te lezen, ik zeg nu eventjes niks. In Romeinen, in het Nieuwe Testament, staat er ook iets over. Kijk of ik het kan vinden in de... In mijn eigen Statenvertaling. Ik ben zo blij. Hè? Dat was €14,50, man. Romeinen. 1096. Bijna. Oké, dan ga ik even goed onthouden. Romeinen is na Handelingen. Ja. En dan, wat hebben we zo? Romeinen 1, vers 18. Ik ga er even snel doorheen. Ja, ik zie het hier niet direct staan. Oh, het staat 32, oké. Nou, hier staat vers 24. Even. Ja, precies. Hier staat... ja, en er staat erboven ook... wordt er gerefereerd aan Leviticus 18. Die hebben we net gehad, hè? 22. Pak hem er even bij. Maar je hebt het net voorgenes. Maar voor alle zekerheid. Leviticus 18. 22. Bij een manspersoon zult gij niet liggen. Ja, dan staat hier ook daar 23. Ook eens, och. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden. Een vrouw ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben. Het is een gruwelijke vermenging. Ja. En dan hier vers 27, dat is het Nieuwe Testament. Dat is de zendbrief van den apostel Paulus aan de Romeinen. Dus dat was een christelijke gemeenschap in Rome. En daar schrijft Paulus aan die mensen. En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende.
Dat is het Nieuwe Testament. En de politieke agenda van de paus is dan dat hij dit toch goedkeurt. En dat is een gruwel in de ogen van God. In de vorige uitzending heb ik het er al over gehad dat de paus door de mensen die de Bijbel begrijpen, of het pausdom, wordt gezien als de antichrist. Het is al heel erg lang hoor. Ja, Luther heeft het ook gezegd. Maarten Luther, hè? 1511. Of ja, 1511 kwam hij dan kaboem. Hè? Ik weet niet precies wanneer hij dat geformuleerd heeft. Luther heeft het ook gezegd. Hè? Dit is de antichrist. Waarvan de komst voorspeld was. En de antichrist is dus, het is Babylon die zich voordoet als Christ. Dat is de antichrist. En de Bijbelgelovende christenen, de Bijbelbegrijpende christenen, die weten dit. En ik wist dat ook hoor, vanaf mijn 12e... Toen ik de Bijbel in handen kreeg en ik was helemaal verkocht. En er werd mij verteld, ja, je mag geen beelden vereren. Het tweede gebod van Mozes. Nou, en wat doet de katholieke kerk? De Romeins-katholieke kerk? Bij veel van die kerken heb je bij de ingang het eerste kamertje links. Dat heet de Maria-kapel. Daar staat een beeld van een vrouw in een blauwe jurk. Dat is Maria. Daar gaan mensen voor knielen en dan gaan ze kaarsjes branden. Die vereren dat beeld. Nou, dus voor mij was het als 13-jarige, 14-jarige, toen mij dat verteld werd. Was het voor mij klaar. Je overtreedt een van de 10 geboden van Mozes. Ja, dat maakt je tot een heidense organisatie. En dan kan je zeggen, ja, het is er maar 1 van de 10. Dus die andere 9, daar houden ze zich wel aan. Nou, in het geval van de paus kan je dat behoorlijk dan afvragen. Door Alexander de VI, die organiseerde orgieën. Dat was een paus, hè? Alexander de VI. Orgieën. In wat toen doorging voor wat we nu noemen het Vaticaan. Ik weet niet waar die toen zat. Met leuke dames. In blote bibsen. En viriele mannen. Echt sekswedstrijden werden daar georganiseerd. Dat is de overtreding van een ander gebod van Mozes. Ja, zo kan ik nog wel doorgaan. Maar ik had het over de politiek van het Vaticaan. Het is de antichrist. En de politieke agenda, ze hebben John F. Kennedy, dat was een katholiek. En ze dachten van nou, laten we die maar president laten worden. Want die is katholiek. En dat was een schuinsmarcheerder. In de zin van fornicator. Dus, die heeft niet alleen maar Marilyn Monroe een liedje laten zingen voor zijn verjaardag. Dus, er is nog wat meer gebeurd hoor. En ze dachten hem wel aan te kunnen. We zetten hem wel onder druk. We maken wat fotootjes van hem in een compromitterende situatie. En komt allemaal prima voor elkaar. Die doet precies wat wij willen. Maar dat deed meneer John F. Kennedy dus niet.
Punt 1 heeft het tegen die... Wat was dat? Kardinaal... Dinges. Was het dan... Spelman? Zou kunnen hoor. Zo'n hele hoge... Ja, kardinaal is een vrij hoge jongen in die organisatie. En het gebruik was dat de kardinaal op het hoge niveau van de katholieke kerk, dat hij dan eens in het jaar komt hij een feestje bouwen in het Witte Huis en dan gaan we weer met z'n allen dat Jezuskoekje eten. Hoc est corpus meum. En John F. Kennedy heeft gezegd van nou, ik wil die vent niet in het Witte Huis. Ik heb zat van hem. Nou, dat was denk ik Spelman. Ja, dat vond de paus niet leuk. En toen ging John F. Kennedy ook nog moeilijk doen over het feit dat Israël waarschijnlijk beschikte over atoomwapens. Terwijl Israël het non-proliferatieverdrag niet had ondertekend, zoiets. Dat zat hem ook niet lekker, John F. Kennedy. En hij was het niet eens met dat al het geld wat de overheid nodig had in Amerika, dat het voor zover het extra geld nodig had, voor bijvoorbeeld een infrastructurele verbetering, dat het geld geleend moest worden van de Federal Reserve Bank. Vond hij nergens op slaan. Dus hij had mensen aan het werk gezet om weer een greenback te introduceren. Dat is een dollar waarbij het biljet gedekt werd door een bepaalde hoeveelheid goud. Dus met andere woorden, daadwerkelijk een waardecoupon. In plaats van een briefje van de Federal Reserve, waarbij de waarde niets meer is dan het papier waarop het gedrukt is. En toen hebben ze Kennedy maar laten doodschieten. En Lee Harvey Oswald ervoor laten opdraaien als zondebok. En Lee Harvey Oswald is dan ook nog een keer doodgeschoten door... Wie was het ook alweer? Ik denk dat ze bang waren dat Lee Harvey Oswald zou gaan zingen als een kanarie. Toen hebben ze hem laten doodschieten. En vervolgens zijn ze dan allemaal samensweringstheorieën gaan in de rondte slingeren. Zodat de mensen dachten van ja, wat moeten we er nou weer van geloven? En iedereen werd John F. Kennedy moord samensweringstheorie moe. Nou, en daar ging het de katholieke kerk om. De Romeins-katholieke kerk. De Romeins-globale kerk. Hadden ze een ding voor elkaar. Heel veel mensen ook, heden dan dagen nog, als je dan begint over 9-11. En ze zijn een beetje hè, op leeftijd. Dan zeggen ze tegen je, ja, 9-11, ik kan me nog herinneren met die moord op John F. Kennedy. Daar was dan ook van alles aan de hand. Nou, dat was allemaal zo onduidelijk. Sinds die tijd doe ik er niet meer aan. En dan kijken ze ook niet meer naar die aanslagen van 9-11, van 11 september. Wie daar mogelijk achter hebben gezeten. Eric John Phelps die zegt dat de kardinaal van New York een van de mensen was die het meeste wist van de aanslagen. Wanneer ze zouden komen, wie het zouden gaan doen. En dat was een kardinaal huppeltje pup. Als je dat interessant vindt, dan moet je maar gaan luisteren naar Eric John Phelps. Ja, Phelps is de Phelps. En de rest is Eric met een C. En John, zoals je John...
Dat is op zijn Engels. Eric John Phelps. Vind je zo? Beetje raar figuur. Voor de rest dan. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat wat hij zegt, dat het niet klopt. Eric John Phelps wil graag een staat voor blanke mensen. Punt. Hij heeft die multicultuurmelk helemaal beu. Doe ons onze eigen regio. En de rest kan onze rug op. Ik weet niet of ik hem daar gelijk in geef. Ik ben zelf niet racistisch. Ik zie wel verschillen in cultuur, dat wel. Ja. Maar of iemand nou veel, wat is het, dit weer? Melanine? Is het? Ja, dat zegt toch niks. En melanine bepaalt of je donker bent of niet. Hè? Maar de cultuur, dat zou ik wel graag. Ik zou het wel fijn vinden om te leven in een christelijke cultuur. Zonder sodomie, zonder mannen die aan bijligging doen als met een vrouw. Gewoon niet. Ook geen vrouwen die bijliggen als ze zouden doen met een man. Ik moet even een beetje gapen. De politiek. Ja. Van de katholieke kerk. De Vietnamoorlog, die komt uit hun koker. Dat hebben zij verzonnen. Het ging erom om het zuiden van Vietnam. Het Noord-Vietnam hadden ze al in de pocket. Communisme is van de paus, hè? Van de katholieke kerk. Dat is precies zoals ze het willen. Een soort van politbureau. Makkelijk aan te sturen. Aan het noorden van Vietnam daar woonden heel veel mensen die al bekeerd waren tot het katholieke geloof. Daar hebben ze iets van 1 miljoen laten emigreren naar Zuid-Vietnam ook nog. En die Zuid-Vietnamezen hadden er helemaal geen behoefte aan. Nou, de rest is geschiedenis. En wij maar denken dat de Amerikanen vochten tegen de communisten. Nee, dat was niet waar. Ja, dat deden ze wel, maar dat waren schijngevechten. Er is nog het verhaal bekend van een Amerikaanse bevelhebber. En ja, die had dan een bombardement laten uitvoeren op de Ho Chi Minh route. Dat is een soort weg, zullen we zeggen, door het oerwoud. Waarmee de Viet Cong, dus de troepen van Noord-Vietnam, bevoorraad werden. Dus met voedsel en alles. Maar ook met munitie en brandstof en ja, nieuwe geweren, granaten. Ja, had hij die weg laten bombarderen, was totaal kapot. Ja, die Viet Cong jongens, die begonnen natuurlijk die weg te repareren. En toen waren ze bijna klaar met de reparatie. En toen dacht die man, die bevelhebber, van kom, dan gaan we er weer even overheen. Ja, toch? En dat mocht dan niet. En die bevelhebber helemaal over de zeik. Ja, want wat heeft het nou voor zin dat je de aanvoer van al die spullen voor een paar dagen of weken onderbreekt. En daarna gaat alles weer lekker door. Ja, ha, 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 ha. Hij werd van bovenaf even gezegd. Hè? Het was helemaal niet de bedoeling dat Zuid-Vietnam zou winnen. De bedoeling was dat er een oorlog kwam. En Amerika een beetje meelopen doen. En zo. Maar de paus die zat erachter. En dan nog verder terug in de geschiedenis. Ja, dan heb je natuurlijk die moord op John F. Kennedy. Dat is 63. Hè? Maar dan nog verder terug in de geschiedenis.
Ja, trouwens, die Vietnamoorlog is begonnen in 1955. Hij heette toen ook wel Spelly's War. Vernoemd naar kardinaal Spelman. Even kijken wanneer die... Ik had het net over John F. Kennedy en Spelman. Kardinaal. Spelman. Francis Spelman. Even kijken, hij is overleden in 1967. Ja, hij was kardinaal tot 1967. Hij was de zesde aartsbisschop van New York. Kardinaal geworden in 1946. Oh, ook nog wel leuk. Homosexuality. Hij is beschuldigd van het feit dat het een homoseksuele man was. Een reetridder. En dan die kardinaal die daarna kwam, of daarna, die wist van 9-11. Zegt Eric John Phelps. Rare jongens hoor, die Romeinen. Dat zei Asterix en Obelix, zeiden dat al. Hè? Rare jongens, die Romeinen. Ja. Ja, de kardinaal van New York, de aartsbisschop van New York. Spelman, Spelly's War. En dan nog verder in de tijd, dan kom je bij de Tweede Wereldoorlog uit. Adolf Hitler had ook een of andere kardinaal of bisschop die hem, die wist ook geen hond. Dat was zijn toezichthouder. Want kijk, Adolf Hitler was een Mr. Nobody. Hij was een korporaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Was geen generaal of zo. Nee, een korporaal. En dat is de vader van Adolf Hitler. Dat was een belastingambtenaar. Iemand die werkte voor de... Laten we zeggen, de... Ja, voor de... Van de invoerrechten of zo. En een tijdje is hij nog zo arm geweest als een kerkrat. Zat hij in de armenluisopvang, in het armenhuis. En dan sliep hij op een zaal met 40 andere arme mannen. Waarvan de helft natuurlijk snurkte. Of iedereen. Nee, dat was niet zijn hoogtepunt in zijn bestaan. En hij is eruit gepikt door de paus. Of ja, de bedienden, de huppeltje-pupjes van de paus. De SS, de Schutzstaffel. Zeg ik dat nog goed? German.
SS. De Waffen-SS. Kijk, want die SS is dus een afkorting, hè? Ik dacht dat het Schutzstaffel was. Weet je. Kijk of ik zo kan vinden, hoor. Ook nog de Sturmabteilung, dat is de SA. Ga maar eventjes terug. Terug. German SS. What does the German SS mean? Ja, Schutzstaffel, ja, precies. Schutzstaffel. Protection Squadron. A major paramilitary organization under Adolf Hitler and the Nazi Party. Die Schutzstaffel. Je hebt een bepaalde organisatie, in de zin, het is een hiërarchie. Hè? Een hiërarchie kan je op verschillende manieren vormgeven. En de hiërarchie van de Schutzstaffel is gelijkgesteld aan de hiërarchie van de Orde der Jezuïeten. En de Orde der Jezuïeten is opgericht tijdens het Concilie van Trent. In 1540, 29 jaar nadat Martin Luther die 95 thesen had gespijkerd op de deur van het kerkgebouw in Wittenberg. En die toezichthouder voor hem, voor Adolf Hitler, dat was iets van Frans van Paapst. Ja, er zijn van die linkjes onder deze uitzending. En als je bij Jurk gaat kijken, Jurk besteedt er vrij van aandacht aan. Ja, hij is natuurlijk zelf een Duitser. Jurk heeft er heel wat uitzendingen aan gewijd aan. Ja, dat is dan ook weer de. Is dan Pius de 12e of zo? Hitler's Pope, zo heet dat ook wel. Moet je bij Jurk even in de rondte kijken. En, je mag Jurk zo een Skype-berichtje doen toekomen. Je kan ook onder zijn video natuurlijk iets vragen aan hem. Zo. Op Skype kan je hem vinden met Jokkeler77. Even zeggen dat je meer wil weten van de relatie tussen Adolf Hitler en de Romeins-Katholieke Kerk. Dan geeft hij je zo een serie filmpjes. Maar er zijn er meer hoor. Behalve Jurk in Amerika heb je dan. Dan denk ik aan Bill Hughes. Die weet er ook wel wat van. Eric John Phelps ook, neem ik aan. De politiek van de antichrist. Want daar gaat het om. Het is de antichrist die, zoals het heet, de historische, bijbelse en geprofeteerde antichrist. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Als je me niet gelooft, dan ga ik nu eventjes. Zoek ik alleen op
Scarlett. Nou, dat is wel een hele gedurfde. Doe ik alleen maar Scarlett. En Purple. Kijken of ik daarmee kom. Ja, dat begint gelijk. Begint hij al te zeggen Scarlett en Purple, Purple Catholic. Hè? Maar dan doe ik Scarlett en Purple Revelation. Ja. Kan ik weer fijn mijn statenvertaling erbij gaan pakken? Even kijken, dan doe ik. Dat is wel leuk. Dan heb je toch wel lol, hè, van je 14,50 euro. Echt waar, ik heb bijna geen geld meer, hoor. Maar ik kan het niet laten liggen. Denk, ja, zo dadelijk komt een andere en die zegt: oh, dit is nog de. Oh, dit is de originele tekst uit 1637 verkocht. Ja, daar sta ik mooi te kijken. En dan kan ik wel volgens eentje gaan kopen. Ja, nee zeg. Even kijken hoor. 14 en dan welk vers? Nee, 17. Wacht even. 17. Dus de King James dan, hè? Die pak ik erbij. En dan vers 4. Ja. Dan gaat hij dus netjes in het Engels. Ja, even wachten. Ja, dat was spannend, mensen. Dan de officiële openbaring daarbij. Dat is 17. En dan zijn we vers 4. Ja. Prachtig. Doen we eerst het Engels. And the woman was arrayed in purple and scarlet color. And decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. And on verse 5, and upon her forehead a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Ah, ik vind het zo'n mooie teksten. Ik ga nog even door. Vers 6. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. Vers 7. And the angel said unto me, wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the 7 heads and 10 horns. En dan ga ik hem even dan in het Nederlands. Vers 4 pak ik hem op. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen.
Ja, dat is zo'n goed hoofdstuk. Een andere keer kan ik, denk ik, zal ik hem helemaal voorlezen. Dit wordt er zo vaak bijgesleurd als er weer zo'n prediker bezig is. Altijd, of altijd, maar Openbaring 17, 18. Wordt hij ook even naar 2 Thessaloniërs, Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. Dat is 11:62. Zo leuk als ik nu zo lekker in het lezen ben, dan wordt die Bijbel dus een beetje, gaat hij ook een beetje zo, ja, dan kruikeltjes komen erin. Dan word ik toch wat echter van, vind je niet? 2 Thessalonicenzen en dan hoofdstuk 2 vers 7. Hoofdstuk 2 vers 7. Er staat hier dan de tweede zendbrief van den apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Ja. Hoofdstuk 2 vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Het gaat om de verborgenheid, hè? Dat is altijd zo. Dus de katholieke kerk, waar hierover gesproken wordt. Niemand meer en niemand minder. En dan weet je ook gelijk waar al die rotzooi vandaan komt. Die hoererij. Die sodomieterij. Er worden mannen getrouwd voor de kerk, hè? Ik heb het toch uitgelegd. Als een man gaat bijliggen met een vrouw, dat is een gruwel. In de ogen van God. Een gruwel volgens het woord van God. En zo is het. En niet anders. En het purple en scarlet. Als je dat gaat, doe ik het even opnieuw. Purple en scarlet. Doe ik het alleen maar in Google, hè? Dan staat hier purple en scarlet Catholic. Dat is de 1, 2, 3, 4, 5, 6e die er staat. Dan krijg je gelijk fotootjes. Scarlet and purple are Catholic colors. Staat hier. Alleen maar purple and scarlet en dan Catholic. Met een C natuurlijk, dat is Engels. Twee C's natuurlijk. C in het begin, C op het einde. Krijg je maar fotootjes. Is het allemaal duidelijk, hoor. Dan snap je ook gelijk waarom de paus en dat of het pausdom niet zo happig was op het feit dat, dat mensen de Bijbel zelf zouden gaan lezen. Ze zouden maar eens even Openbaring 17 gaan lezen. En Thessalonicenzen 2 vers 7. Met de verborgenheid van hun onreinheden. Ja, het is wat.
Het gaat dan om The Woman Riding the Beast. Even kijken wat dat staat in de Openbaring. Ik weet zeker dat het uit de Openbaring komt. One World Religion natuurlijk ook. Hè? Ach, wat is dat nou? Hé hey joh, een beetje happen aan de baas. Wat krijgen we nou? Hey. The Woman Riding the Beast. Kopie. Checken. Op. En dan Riding in Revelation. Dat is dan. Ja, oké, dit is dan weer Revelation dingens. Die hebben we al gehad. 17. Is dat de enige? Revelation 17, ja precies. Die hebben we al gehaald, denk ik. De woman is in elk geval de kerk. Ik hoop dat je dat begrijpt. De woman is de kerk en de beast, dat zijn de koninkrijken. En de kerk is de baas van de koninkrijken. Allemaal. Behalve ja, in die dagen het zuiden van Vietnam. Want die hadden niks te maken met die katholieke kerk. Nou, dat hebben ze geweten. Toen kardinaal Spelman er eventjes kwam huishouden. En dat de kerk vrouwelijk is, dat klopt. In de zin, als je. Dan zullen veel christenen dan gelijk. Pak ik even yin en yang erbij. Het yin, dat is het vrouwelijke. Vrouwelijke. En het yang, dat is het mannelijke. En het vrouwelijke, dat is. Het zwarte deel van het yin-yang symbool. En het mannelijke, het yang, dat is het witte deel. Het leger bijvoorbeeld, dat is yin. Dat is vrouwelijk. Daar heb ik een keer, vertelde ik aan de moeder van mijn kind, die draaide helemaal door. Oh, het was er teleurgesteld. Ja. Terwijl toen ze mij leerde kennen, wisten dat ik zou gaan studeren bij de katholieken. En ja, ze had aan de water kunnen voelen dat ik dan ook Oosterse filosofie als een van de vakken zou krijgen bij, wat was het ook weer? Culturele antroposofie of zo. Dat is weer antropologie, nee, culturele antropologie, dat was het, ja. Niet antroposofie, maar antropologie. Ja, dan kregen we ook Lao Tse hebben gehad, Boeddha gehad en ja, natuurlijk yin en yang. We hebben dat allemaal uitgelegd. Ja. Zeg ja, maar wat heeft de kerk nou te maken met het leger? Ja. Maar denk daar nou maar eens even over na. Ja. Ik ga het verder niet verklappen. Het zijn dingen voor jezelf. Ik hoef niet alles uit te leggen, joh.
Dus net als het uitleggen van een mop. Dan is hij niet meer grappig. Hè? Je moet er zelf maar even mee aan de slag gaan. Kan je een tip van de sluier geven? In de I Ching staat een hint. Het gaat over het leger. Het leger is als kwelwater dat uit de grond tevoorschijn komt. Dat is het leger. Het is dus in principe verborgen. Je weet niet dat het er is. En dat is de kerk ook. Terwijl de staat, hè, ja, die is openlijk, die is zichtbaar. Hè. Maar dat is alleen maar de staat, dat moet niet het leger zijn. En de kerk moet precies zo opereren. In de goede zin van het woord dan. Hè. Maar the woman who rides the beast. Ja, dat is openlijk. Dat is een openlijke kerk die dus bovenop het beest zit. En hallo, en ik ben de baas van iedereen. Dat is wat de paus dus doet. Hè. Je gaat toch ook naar Amerika en dan gaat hij tegen Trump vertellen van, nou, het is allemaal leuk, hè? Je mocht van mij de baas worden van Amerika, maar even goed begrijpen, Amerika, dit is van mij, hè. Dit is mijn land, man. En jij bent hier ja, niet meer als dat je... Iemand die een McDonald's franchise runt, die heeft nog meer te zeggen over zijn franchise dan Donald Trump over Amerika, hoor. Want een franchiser kan nog zeggen, ja, ik heb die poen geleend bij de bank, dus het is mijn franchise. Hè? Trump heeft dat niet eens, die zit er alleen maar een beetje de Trump uit te hangen. En die moet precies doen wat de paus zegt. Dat is de politiek van de paus. Hè? Die man is niet gek hoor, die organisatie die is niet gek hoor. Dat is wel leuk, dat is een... Hier zie ik www.check.com. Gaat iedereen gelijk grinniken? Want vroeger had je zo'n porno magazine. Hij is ook dat checken. Zo leuk. Die man die staat ook. Hij had er iets van. Kijken wat ik kan vinden. Oh, het boek van Cinequi staat er ook op. 50 Years in the Church of Rome. Amen. Als je wil weten van de politiek van het Vaticaan. Oh, man. Ja, chick.com is your friend, hoor. Ja, het is Jack Chick. En die is dan al overleden. Maar de boel die wordt gerund. Door. Dat is een vent en die heet. Ah, Jurk, die weet het uit zijn hoofd natuurlijk. Hè? Even kijken. Kom, nou moet ik er even aan doen. We hebben het over de katholieke kerk en de politiek. Hè? Dus aflevering 2 is nog zoveel te vertellen wat ze allemaal uitgevrouwd hebben. Even kijken, dan krijg je chick. En dan tract. En dan... Een video. Dave Daniel of zo. Check. Ja, het is dan van... Ja, dat is die grappige fan. Die heeft zo'n soort wijnvlek. Heet hij nou ook alweer? Welcome to the official YouTube channel of Chick Publications.
thank you for over 500,000 views of our videos. Hi, I'm author David W. Daniels. Ja, David W. Daniels, zo heet hij. Hij kan het makkelijk vinden. Wat zocht hij nou op? Chick. C-H-I-C-K. En dan Tracts. Net als van tractor, maar dan Tracts. En dan ben je er al. Zo heet dat kanaal ook. Chick, Tracts. En dan aan één keer aan één geschreven. Dit is een uitzending die is gepubliceerd op 12 december 2014. Ja. Hele vrolijke vent. Een mooie schone bril. Zo'n keurig baardje. En hij heeft een paar wijnvlekken op zijn rechterwang. En daar zit iets van een... Ja, heeft hij een soort... Ja, ik weet niet wat het nou... Maar in ieder geval, zijn linkerwang is echt heel mooi. En aan die rechterwang, daar zit van alles. Net alsof hij gevochten heeft tegen Cassius Clay. Maar dat is dus niet het geval. Nou, die weet een hele hoop. Het is een man waarvan jij zal denken... Jeetje, wat een saaie man. Nou, hij is heel vrolijk. Je weet er een hoop van te vertellen. Ja. Even kijken hoor. Wat staat hier nou? Helemaal een reactie van... Oh jezus, wat een lang verhaal. Het gaat allemaal over God. Oh, en de Holy Spirit. Eigenlijk. Ja, de politieke, de katholieke kerk en de politiek, daar ging het over. The Woman Riding the Beast. One World Religion. Dat is precies zo. Dan zie je hier zo'n mooie, zo'n prachtig plaatje. Een hele grote stier. Een enorme paardenlul. Nou, stierenlul natuurlijk. En er zit een vrouw op, in Amazone zit, met een jurkje tot boven, dat eindigt boven haar knie. En je ziet haar bevallige benen, met zijn blote voeten. En naast haar, op die stier, zitten allemaal mensen, die dragen allemaal vlaggen. Ik zie de vlag van Griekenland, ik zie de vlag van Nederland, ik zie allemaal vlaggen. En zij heeft zelf die blauwe vlag met die gele sterren. Een paar goede borsten heeft ze. En die stier die heeft er wel zin in. Ziet er erg gevaarlijk uit. Dat is de One World Religion van de paus. Hè? Dat is de politieke agenda van de paus. Eén religie, allemaal achter de paus aanlopen. En dan gaat het goed met de paus. Gaat dan niet goed met ons, maar het gaat goed met de paus. En daar gaat het de paus om. Dat weet je toch wel? Nou, en als je het niet wist, dan weet je dat nu. Die politieke agenda van de paus is al heel erg lang bezig. Hé mensen, op zijn hamburgers zag ik tjus, want ik ga afsluiten. En ik zeg, dag lieverds.